Eindelijk. Klaar. Eindelijk. De put. Eindelijk. Klaar. Schilderswijk. Laak. Buurtbewoners. Ondernemers. ProRail. Bam. Gemeente Den Haag. Bedankt. Nederland wordt drukker in de jaren 20. Ook Den Haag groeit en het verkeer neemt toe. Om te zorgen voor een betere doorstroming wordt een spoorviaduct gebouwd. Het is oorlog in Nederland. Ook Den Haag beleeft zware tijden. De put vormt een belangrijke verbinding tussen Laak en de Schilderswijk. Rock'n'roll, brommertjes en nozems. De jaren 60 en 70 zijn woelig en onstuimig. In de jaren 80 en 90 vindt er in de Schilderswijk een ingrijpende stadsvernieuwing plaats. Meer inwoners en ook een toenemende verkeersdrukte. De beperkte capaciteit van de put maakt het viaduct tot een verkeersknelpunt. November 2009, 85 jaar na de bouw van dit viaduct, is de smalle en donkere put hard toe aan een grondige modernisering. Wat de laatste jaren bekend stond als het meest onveilige kruispunt van Den Haag, is nu een belangrijke en veilige schakel in het Haagse wegennet.